Jan. Ik zou je kunnen voorstellen, ik zou een verhaaltje over je kunnen vertellen. Je bent van 1924, dus je bent niet meer een van de allerjongsten van de hier aanwezigen. Maar ik vind het het leukst, want ik weet dat je dat heel, met heel veel verve kunt. Ik zou het leukst en het best vinden als je wat over jezelf vertelt en over de achtergrond van je familie. Ik ben dus in 1924 hier in Amsterdam geboren. Als een immigrantenkind. Stateloos. En dat ben ik tot aan mijn trouw in 1947 gebleven. Ik kwam, want mijn ouders waren mensen die afkomstig waren uit het zuidelijk gedeelte van Polen. Dat toen zij geboren werden, aan het eind van de 19e eeuw, tot Oostenrijk behoorde. Mijn vader was in de Eerste Wereldoorlog, toen hij opgeroepen werd voor de militaire dienst, weggegaan. Want aan die oorlog had hij geen boodschap. En een vaderland waar hij door de honger en de armoede een moeilijke jeugd had gehad. Daar had hij ook niet zo'n behoefte aan. Er zijn nog twee andere dingen die interessant zijn. De achtergrond van jouw grootouders en de ontwikkeling die je ouders hebben doorgemaakt. Mijn grootouders... Nou, om te beginnen, mijn beide grootvaders waren chassidim. Heel orthodox. Heel fatsoenlijk. Heel arm. Dat zijn de sterkste kenmerken die me uit de verhalen van mijn ouders bijgebleven zijn. En die gegevens hebben een enorme invloed op de vorming van mijn ouders gehad. En daarmee ook op mij. En eerlijk gezegd ben ik daar helemaal niet trouw voor. Want ik heb daar een heleboel mee kunnen doen. Mijn ouders hebben daaraan ontleend hun vechtlust om te vechten voor een betere wereld. Voor een rechtvaardige wereld. Waar hardwerkende mensen de mogelijkheid hebben om hun kinderen genoeg te eten te geven. Want dat was als het ware een obsessie. Mirjam, er is nog een element aan jouw familie waar we het even over moeten hebben. Voordat we gaan naar het echte onderwerp, Kristallnacht. En eigenlijk gaan we het hebben over wat er aan vooraf ging, want dat zou je het liefst willen vertellen. De rest van jouw familie. Waar zat je de rest van jouw familie? En hoe? Wat waren dat voor mensen? Mijn familie van weerskanten, zoals ik al gezegd heb, waren intens vrome Joden. Met een grote behoefte aan cultuur en aan zich te ontwikkelen. En dat was heel moeilijk, want in dat kleine plaatsje waar ze woonden, ja, daar was alleen maar een lagere school. En als je kinderen, als ze de capaciteiten hadden, wat meer wilden geven, dan moest je genoeg geld hebben om ze naar de stad te sturen. Geld was er niet. Wat bedacht mijn grootvader en mijn grootmoeder van moederskant? We gaan naar Duitsland. Daar zijn die mogelijkheden wel. Ik kan niet zeggen dat dat aan de kant van mijn vader zo was, want mijn vader was op zijn 12e volledig wees. En heeft zichzelf helemaal in zijn eentje door het leven moeten slaan. Maar ik heb dus begrepen dat de familie ging naar Duitsland. Dat overwegend jouw familie in Duitsland zat. En die zaten allemaal al voor dat uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Ruhrgebied, zeg maar, voornamelijk. En ook op verschillende plaatsen verspreid. Goed, dan gaan we nu naar het onderwerp waar we het echt over moeten hebben. Kristallnacht. Want hier in Nederland is het meestal zo dat wij aandacht hebben voor die datum, de datum van deze dag. Jij wil het graag hebben over wat er aan vooraf is gegaan. Wat is dat verhaal eigenlijk? Weten we dat allemaal? Dat is waarom ik hier ben. In 1933, toen de nazi's de macht in handen gelegd kregen in Duitsland, beefden wij in Nederland voor onze familie. Dat deden we al die jaren. Ze hebben geprobeerd te emigreren, dat lukte niet zo erg. In feite waren ze ook te arm. Enkele is het gelukt om in 1936 weg te komen naar Palestina. En die hebben dan ook overleefd. Wat wel waar is en wat heel belangrijk was. Alleen, wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? De kinderen waarvoor ze, om ze te laten leren, naar Duitsland gegaan waren, hebben geleerd en gestudeerd tot en met de universiteit. Maar ze zijn wel allemaal omgekomen. Waar ik het over hebben wil, is iets anders. Mijn familie waren ook immigranten. Polen had men al in de gaten dat er wat op ze afkwam. En ze hadden een nieuwe wet aangenomen. Wie niet in de laatste 5 jaar Polen bezocht had of een paspoort aangevraagd, wordt niet meer als Pools staatsburger beschouwd. En daar stonden ze. In het niemandsland. Zwonzien heette die plaats. Een beruchte naam voor ons geworden. En de hele wereld zweeg. Niemand wist ervan. Alleen de familie die men dat had laten weten. En zo wisten wij dus. Ze zijn niet meer op de plaats waar we ze kenden. Ze zijn daar ergens aan de grens in het niemandsland met Polen. Eén van die families, die wij toen niet kenden, uit Hannover, was een klerenmakersfamilie, een arme familie. Een echtpaar met een zoon en een dochter. De zoon was de jongste. En omdat hij niet meer werken kon daar in Duitsland, was hij al naar familie in Brussel gegaan en later naar familie in Parijs. In 1938, toen de familie in de trein kwam naar Zwonzien, door de emoties of wat dan ook, stierf vader in die trein. En de dochter stuurde een kaartje naar haar broer in Parijs om hem te laten weten wat er gebeurd was. Dat heeft hem verschrikkelijk opgewonden, vooral omdat niemand erover sprak. Er was geen krant die erover schreef. De mensen stonden er niet bij stil. Alleen wij die familie daarbij hadden. Maar ja, wij maakten daar geen druk van op die manier dat we het in de krant gingen zetten. Maar die middelen hadden we helemaal niet. Die jongeman was zo kwaad dat er niemand bij stil stond. Dat, zo luidt het verhaal, hij zich een wapen aangeschaft heeft en geschoten heeft op een medewerker van de Duitse ambassade in Parijs. De secretaris van de ambassade. Dat gebeurde op 3 november 1938. Dat was voor de nazi's, zoals dat in Duits heet, Gefundenesfressen, een pracht van een aanleiding. En Goebbels en Göring lieten weten: wenn dieser Mann stirbt, werden wir es den Juden zeigen. Hij stierf, inderdaad, 6 of 7 november. Maar ze wachten wel tot de 9e november. Want ja, veel gevoel voor drama hadden ze wel. En de 9e november had nu eenmaal een geschiedenis in Duitsland. Want 9 november 1918 brak in Berlijn de revolutie uit. En 9 november 1923 heeft Hitler de putsch geprobeerd in München. Die is mislukt, waardoor hij in de gevangenis kwam. Dus het moest wel wachten tot de 9e november. SA Inburger begon de winkels en de spullen van Joden kort en klein te slaan. Inburger, want het heette gesundes volksempvinden. De bevolking is zo kwaad over wat een Jood gedaan heeft, dat zullen we ze laten zien.